Good morning mensen, ik zit alweer heerlijk aan het werk aan tafel. Ik ben echt allemaal e-mails aan het beantwoorden, presentaties aan het maken. Allemaal meetings deze week gehad met verschillende merken en marketingbureaus. En die vragen allemaal om een voorstel, dus dat is super leuk. Dus dat ben ik nu allemaal even in elkaar aan het zetten. Fietje is nog steeds doodziek. Ze is zelfs zieker dan gisteren. Dat is wel heel zielig. Dus ja, die blijft gewoon weer de hele dag in bed. Wel kut, want het begint nu vanaf vandaag echt een beetje mooi weer te worden. En dit weekend wordt volgens mij ook best wel mooi. Dus dat is wel balen, maar ja, die moet gewoon even opknappen. En ik heb zo meteen een meeting met Nieuwslab. Dat is ook een bureau wat allemaal samenwerkingen opzet met merken, met influencers. Dus superleuk. En we hebben afgesproken bij een tentje. Dat zie je nu heel veel voorbij komen bij bloggers op Instagram en zo. Sticky Fingers. En dat is dan helemaal zo roze, maar ik ben er dus niet geweest. Nog niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat er zo dan in het echt uitziet. Het is in ieder geval highly Instagrammable. Dus ik ga sowieso ook even een fotootje maken daar. Ik ga nog heel even verder. En dan spring ik zo op mijn fiets en ga ik erheen. Ik ben weer thuis. Hoe leuk zag dat tentje eruit? Nou, het was echt geweldig. Helemaal bloggerproof. Helemaal bloggerproof. Ik heb er dus geen foto gemaakt, want het was gewoon ook een meeting. Dus ja, dan ga je dat niet echt doen. En je had mij niet, hè? En ik had Fiet niet mijn persoonlijke foto gedaan. Dat is wel waar. Hoe doen andere mensen dat? Ja, die hebben gewoon shoots die ze schedulen per week, denk ik. Ja, ja. Wij zitten dan wel echt in een luxe positie, hè? Ja. Maar, en nu ga ik weer even thuis werken. En ik ben een nieuw soepje aan het uitproberen. Dus van de Appie. Courgette, ertessoep, munt. Verse soep. Wel lekker, volgens mij. Hoe leuk is deze kleurencombi? Love it! Nou, ik heb lekker gewerkt en ik ga nu heel even een terrasje pakken met Noor. En misschien komt Reuf ook nog. Vet leuk. En dan gaan we even lekker in de zon zitten en een wijntje drinken, want het is vrijdag. Ja, weekend! Jongens, wij zitten er gewoon zo bij. Op een terras aan het water. En het is bloedheet. Ja.